Hi, ik heb een snelle lunchtip voor jullie. Ik ga weer even wat speciaals maken en dit keer even wat anders. Ik ga maken brood met avocado en gerookte ham. Ik heb hier de luchtgedroogde landham, maar je kunt in principe iedere gerookte ham gebruiken. Wat ik ga doen is het vuur opzetten. En ik laat de pan even warm worden. Ondertussen heb ik twee boterhammen geroosterd. We hebben geen normale broodrooster, dus ik doe het in een grill. Ik zeg rooster boterhammen. En die ga ik besmeren met boter. Als je niet van boter houdt, kun je het ook natuurlijk zonder boter doen. Of je kunt kokosolie gebruiken natuurlijk. Daar zal ik binnenkort nog even wat over schrijven. Of ik heb het al gedaan, ik weet niet of het eerder wordt geplaatst. Als de pan warm is geworden, kan de ham in de pan. Ik gebruik twee plakjes. Dit wordt een lunch voor één persoon. Zo. En laat het even aanbakken. Doe het via het vuur niet te hoog. Ondertussen heb ik hier wat sla, tomaat in stukjes gesneden en een halve avocado in stukjes. Ik leg de sla op het brood. Na ongeveer 30 seconden tot een minuut draai je de ham om. Ik heb trouwens geen olie of boter in de pan gebruikt, want de ham heeft een vetrandje en bevat genoeg vet van zichzelf. Na ongeveer een minuut aan de andere kant is de ham klaar. Vuur kan uit. De ham gaat op het broodje. Avocado, verdeel hem gewoon er overheen. Je zult merken dat je verder geen saus nodig hebt, omdat de avocado al gewoon lekker smeuïg is. Zo, het andere broodje kan er bovenop. En je hebt een heerlijke lunch. Een geroosterd broodje met ham, avocado en tomaat. Als je wilt kun je nog verse kruiden toevoegen, maar het is zo smaakvol van elkaar dat je zult merken dat het niet eens nodig is. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Graag tot de volgende keer.